De hoofdlozingen in Saramaca worden opgeschoond. Het gebied kwam ruim een maand geleden, net als andere districten, onder water te liggen. Inmiddels hebben aannemers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij het kanaal aan de Vijfde Rijweg helemaal opgehaald en uitgediept. Ook de hoofdlozing aan de Zesde Rijweg zal worden opgeschoond, waarna de Yankee-laan zal volgen. De hoofdlozingen zijn zeker een jaar niet opgehaald, waardoor het overtollig water haar weg niet kon vinden naar de swampen. Een van de aannemers, Ritesh Kunkun, die dagelijks belast is met het uitdiepen en opschoning van de Trentse, vertelt meer hierover. We zijn bezig met opschonen en uitdiepen en zo. Dus we zijn begonnen vanaf Vijfde Rijweg. Dan hebben we die Vijfde Rijweg al gedaan en die Boesemkanaal ook hebben we gedaan tot Jerikaba. En daarna komen we naar hier en van hier gaan we naar Yankee-kanaal en dan komen we bij Zesde Rijweg. Voorbij Zesde Rijweg komen we bij Tjongalanga aan, daar op de Wayamboweg zelf. Hoe zag het hier eruit? Ik zie dat het helemaal open is gegooid. Zo, je kan een voorbeeld hier zien aan de overkant. Het is helemaal dichtgegroeid met gras en het water zakt niet. Dus ja, we zijn bezig zo snel mogelijk alles schoon te maken dat het water wel kan wegzakken. Hoe lang heeft het geduurd om dit alles schoon te krijgen? We zijn nu plus minus een maand bezig. Ook de ministeries van regionale ontwikkeling en openbare werken, transport en communicatie helpen mee met het opschonen van de hoofdlozingen. Districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé vertelt hoe het gebied eruit zag toen het onder water liep. Je moet nagaan dus dat mensen onder water waren, hun woonhuizen op enkele plekken. Maar veelal, u weet dat Saramaca een agrarisch district is, een landbouwdistrict. En we hebben veelal gezien dus dat mensen hun aanplantingen zijn verloren gegaan. En dat is heel erg. Is er sprake van achterstallig onderhoud? Nee, we hebben vorig jaar ook opgehaald. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud. Misschien moet ik een gewaagde uitspraak doen. Anderen zullen het misschien niet leuk vinden. Maar veelal ligt het ook aan de mensen zelf. Dan bedoel ik niet dat de mensen er zelf ervoor hebben gezorgd dat ze onder water zijn gegaan, maar er worden aladoldammen opgeworpen, er worden aladoldammen doorgestoken, er worden allerlei bypasses gemaakt zonder dat de bestuursdienst ervan op de hoogte is. En wanneer het dus een regenseizoen is, in de droge tijd dan lacht iedereen, maar wanneer het regenseizoen aanbreekt en het regenwater, die vermengen zich en er wordt een hele volume. En dan is er weinig afvoermogelijkheid, want dan heb je daar het getij, de rivierstand is hoog. Dus men kan daar niet afvoeren en dan heb je een groot probleem. Districtscommissaris Lakshmi Narayan Dubé over het overtollig water in Saramaca. Hij vindt dat de bewoners van het district rekening mee moeten houden dat het gebied omringd is door drie grote swampen. Samen met de afdeling burgerparticipatie wil de DC de landbouwers zover krijgen dat er dammen worden opgeworpen achter hun percelen.